dat is een koraalbewerking die een heel eigen leven is gaan leiden. Zoals dat vaker bij stukken van Bach is, gedijt het ook heel goed in romantische interpretaties. En die 659 is onsterfelijk geworden voor het grote publiek door de bewerking van Busoni, zo rond 1900. En mensen als Horowitz en ook Brendel hebben dat heel erg vaak gespeeld. Je moet je, als je het op het orgel speelt, wel een beetje los daarvan maken. Je kan het dan heel mooi, gebonden, langzaam, romantisch spelen op een grote Steinway. En dat is heel anders dan je dat, of heel anders, maar behoorlijk anders dan het op orgel klinkt. Het is een typische andante, dus een gaande beweging in de bas, in het pedaal, dan een soort van motet in de linkerhand, de alt en de tenor, die niet alleen maar begeleiding zijn, maar ook samen met de bas een soort van driestemmige motet vormen met elementen uit de Cantus Firmus, uit de melodie Komt de Heiden Heiland. Veni Redemptor Gentium is dat oorspronkelijk de oude hymne. En daarboven ontspint zich een volkomen vrije beweging, ook weer op een ander klavier te spelen. Bach schrijft ook voor twee klavieren en pedaal. En daar gaat hij zich helemaal te buiten. Zelfs zo dat in de derde regel is bijna de Cantus Firmus niet meer te herkennen. Het gaat helemaal door. Hij gebruikt ook veel meer noten dan hij nodig zou moeten hebben om alleen de derde koraalregel te versieren. Hij gaat helemaal aan alle kanten alles te buiten, ook de hele omvang. Het gaat helemaal tot de hoogste noot, tot C van het orgel. Meer dan twee octaven bereik heeft hij dan. Terwijl het juist een hele eenvoudige Cantus Firmus is, een hele eenvoudige melodie, die maar heel weinig kleine intervallen heeft en maar een octaaf ongeveer bestrijkt. En daarom is dat denk ik ook zo bijzonder. Ik zal even de melodie voorspelen. Althans de aanhef. En dan in de versierde versie komt dus een vies. En dan gaat hij steeds meer naar boven en dan verliest hij al meteen in de eerste regel, verliest hij de melodie bewust uit het oog. Hij gaat veel verder. Dat is waarschijnlijk ook om het wonder van de wereld, zoals dat in de derde regel geschreven staat, om dat een beetje weer te geven. Het wonder van de wereld dat hij geboren wordt.